elke zichzelf respecterende constructeur heeft vandaag een SUV op zijn stand staan. Ook logisch die dingen verkopen als zoete broodjes. En ben jij ook zo iemand die houdt van die crossovers? Wel, dan zijn hier de dingen die je hoort te weten. De ster van het salon is zonder meer de Kodiaq, de eerste SUV van Skoda. Nu goed, de Tsjechen hebben zich uiteraard kunnen beroepen op Volkswagen techniek, waardoor die Kodiaq technisch eigenlijk een doorslag is van de Tiguan. Weliswaar met één groot verschil, je kan de Kodiaq namelijk ook krijgen als zevenzitter. Minder ruim, maar wel luxueuzer is de nieuwe Audi Q5. En hoewel die het nauwelijks laat zien, is ook die van de grond heropgebouwd. Dan laat de Land Rover Discovery duidelijker blijken dat hij een nieuw leven is begonnen. Gebouwd op de fundamenten van de Range Rover en dus ook de Range Rover Sport, moet de gewone Discovery 7 personen over om het even welk terrein krijgen. Iets zegt ons dat dat met zijn nieuwe generatie van de Terrain Response geen probleem mag zijn. Iets minder groot uitgevallen, maar daarom zeker niet slechter, de Toyota CHR. Verkrijgbaar met een 1,2 turbo en uiteraard als hybride wil die bewijzen dat een Toyota ook pit kan hebben, zonder daarom de ratio uit het oog te verliezen. En dat wil ook de Koleos. Dat doet hij, net als de Talisman en Espace, met zijn speciale look, rijke uitrusting en pittige motoren. Tot slot geven we het podium nog aan een andere Franse zoon, de Peugeot 3008. Een stijlicoon dat vooral hoge ogen gooit met zijn digitale i-cockpit en zijn hippe aankleding van het dashboard. We moeten verder en dus kunnen we jammer genoeg niet uitweiden over deze nieuwe Countryman, nog over de Mercedes GLA of de gefacelifte Fiat 500X. Maar wie daar meer wil over weten, die kan altijd terecht op onze website.